Open deur, goede tijding. 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 In nauwe samenwerking met Open deur, goede tijding. Een maandblad over geloof en levensvragen. How do you like your eggs in the morning? I like mine with a kiss. Goedemorgen. As long as I get my kiss. How do you like your toast in the morning? I like mine with a hug. Ja, mevrouw Agema had vanmorgen graag met haar man ontbeten. Maar hij heeft vandaag de verre wijk en moest dus vanmorgen al vroeg op pad. Geloof en levensvragen. Geloof en levensvragen. Open deur, goede tijding. Een maandblad over geloof en levensvragen. Like mine with a kiss. Goedemorgen. As long as I get my kiss. How do you like your toast in the morning?
Goede tijding, loof- en levensvragen. Die kritiek mist ieder perspectief. Ik wil jou alleen, wil jou alleen toe. Ik wil jou alleen, wil jou alleen toe. Ik wil jou alleen, wil jou alleen toe. Ik wil jou alleen. Er is zo'n bewapeningswetloop, weet u? Dat er nooit voordien zo'n bewapeningswetloop is geweest. Dat op dit ogenblik met het potentieel. Maar u verwekt u de indruk alsof ik een voorstander ben van bewapening. Dat zeg ik niet. De vraag is, meneer Van Mier. Ik zeg alleen, meneer Martens. Of wij op bepaald domein invloed kunnen uitoefenen. En in deze zaak, van de euroraketten, hebben wij een klein beetje invloed. Daar kunnen wij. Niet voor de strategische raketten. Hier wel. Daar kunnen wij. Op hier kunnen wij invloed uitoefenen. Wel nu, ik beweer. En u doet het. Ik beweer, ten eerste, de SS-20 zijn er, dat is een eerste feit. Ten tweede, wij hebben als klein land. Ik wil jou alleen toe. Ik wil jou alleen. Open deur, goede tijding, loof- en levensvragen. Open deur, goede tijding, geloof- en levensvragen. Moet men tot de grond van de zaak. De noodzakelijkheid.
noodzakelijke besluiten uittrekken. Ja. Maar nu het probleem, nu van, het de probleem van de kernraket. Is in totaal 79 miljard. En dat is met het schema dat wij hebben een uitgave in lopende franken van 7 miljard per jaar. Willen we nu overstappen van en in 5 minuten het probleem afhandelen, komen er in België kernraketten al dan niet, meneer Van Meer? Wel, voor een kwart uit brandstof enzovoort en voor een kwart uit investeringen. En dat is het punt. Dit mag maar stijgen met 6,5%. En binnen dat pakket, niet daarbuiten, binnen dat pakket is de beslissing gevallen over de gevechtsvliegtuigen. Waarvan ik zeg, zij zijn de vertaling, het gaat over vervanging van bestaande vliegtuigen. Dat is geen 100 miljard. Het is 47 miljard met een betalingsschema dat gaat van het jaar 83 Martens, u spreekt naar het jaar 91. En de rest? En de rest? Dit was Woord in de Middag, een overdenking naar aanleiding van Lucas 21, vers 25 tot 33, door professor Dr. H. Jonker uit Hilversum. Amen, past. Amen, past. Amen, past. Amen, past. Amen. Amen, past. Amen, past. Amen, past. Amen, past. Amen. Nu mogen de kinderen naar voren komen. Moet je horen. Horen jullie ook?
De arbeiders bereid zijn te matigen. En dat ze zichzelf de vraag stellen, al dat lijden, die prijs die wij betalen moeten, loont dat nou de moeite? Ja, we hebben hoop, maar heeft die hoop wel enige basis? Het is een bewijs van de zekerheid, want lopen we met de bieren en thank you.
van het einde van zijn kracht is en hij zegt, oh, we zitten in de put, een graaf drinken. En werkelijk van het einde van zijn kracht is en hij zegt, oh, we zitten in de put, een graaf drinken. 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 We zitten in de put en graven niet. We zitten in de put en graven niet. Alle ritmische verschijnselen die dat men noemt de bioritmen. Bepaalde ritmische verschijnselen die zo zijn in het leven en in de natuur. Bioritmen. Bepaalde ritmische verschijnselen die zo zijn in het leven en in de natuur. Depressies of een aantal depressies hebben. Depressies of een aantal depressies hebben. Depressies of een aantal depressies hebben ook te maken met wat men noemt bioritme. Bepaalde ritmische verschijnselen die zo zijn in het leven en in de natuur. En dat kan dus de nachtritme zijn, de ritme van dag en nacht, de vrouwelijke cyclus bijvoorbeeld, de vrouwelijke cyclus, de vrouwelijke cyclus, de vrouwelijke cyclus. We zitten in de put en de vrouw. Niet alleen bij de kinderen, maar ook bij het verhoogd van
dat het directe wetgeving van belangrijke veranderingen. Depressieve episode doormaakte. Kussen. En in zwaardere gevallen zelfs twee keer per jaar in het ziekenhuis kwam. Kussen. De vrouwelijke cyclus bijvoorbeeld. Want geen ander is er daarna nog geweest voor mij. Toen ik afscheid nam van jou, ging het geluk voorbij. Maar je kussen, geluk voorbij. Maar je kussen, geluk voorbij. Kussen, geluk voorbij. Kussen, vergeet ik nooit meer. Vergeet ik nooit meer. Vergeet ik nooit meer. Cabbage? That's not my name. Cabbage? That's not my name. Cabbage? That's not my name. All right, my little cabbage. 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 We dansten dichterbij in die mooie warme nacht. We dansten dichterbij in rode rozen, rode lippen. Rode wijn, och wat fijn, samen te zijn. Och wat fijn, samen te zijn. Gitaren speelden zacht, in die mooie warme nacht. Deze tango melodie, ons lievelingslied. We dansten dichterbij in. Zagen niemand om ons heen, onze harten kwamen daar voor goed bij elkaar. Vond ik geluk, liefde en trouw, aan het blauwe meer zag ik jou, en nu ben jij mijn vrouw.
Sigaren speelden zacht in die mooie warme nacht. Deze tango melodie ons lievelingslied. We dansten dichterbij, we dansten dichterbij, we dansten dichterbij, we dansten dichterbij. Toen er minder behandelingsmogelijkheden waren voor depressies, minder behandelingsmogelijkheden waren voor depressies. Duizend sterren die blonken, rode wijn werd geschonken en gitaren die speelden voor ons beiden een lied. In jouw onvergetelijke vrouw, o, hoe zacht was je mond, fris als dan in de morgen stond. En daar kuste ik jou, onvergetelijke vrouw. O, hoe zacht was je mond, fris als dan in de morgen stond. En daar kuste ik jou, onvergetelijke vrouw. O, hoe zacht was je mond, fris als dan in de morgen stond. Opendeur Goede Tijding, geloof en levensvragen. Het leven is heus niet zo kwaad, wanneer je de zin maar verstaat. Nou, open deur Goede Tijding, geloof en levensvragen. Leven is mooi, leven is goed. Leven is mooi, leven is goed. Het dient alleen omdat je straks, wanneer het zonnetje weer keert, het mooie des te meer waardeert. Leven is mooi, leven is goed. 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 Goede Tijding. Open deur Goede Tijding. Open deur Goede Tijding. Ja, Eva? Het belangrijkste is dat je naar iemand toe gaat die je vertrouwt en die begrip voor je heeft. En die begrip voor je heeft. Dat is geen 100 miljard. Het is 47 miljard. Met een betalingsschema dat gaat van het jaar 83 Martens, naar het jaar 91. En de rest? En de rest? Het is voor inderdaad bij de 100 miljard. De veldartillerie zal 22 miljard kosten. Maar dat moet toch concreet worden. En de helikopters 9. Dus die drie grote posten. Miljarden en miljarden gekost. Spreekt over zaken waar ik niets mee te maken heb. Miljarden en miljarden gekost. Spreekt over zaken waar ik niets mee te maken heb. Miljarden en miljarden gekost. Spreekt over zaken waar ik niets mee te maken heb, meneer Van Mier. Ik heb geluk besteld. Daarmede zaten wij wat op dezelfde golflengte als Nederland. Kom bij mij in eenzame nacht.
overeenstemt met een totale volgzaamheid, een onderdanigheid. Is... Waar kan men u terecht met vragen, eventueel problemen? Valt. Ja, en alweer een luisteraar aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Zegt u maar, mevrouw. Ja, ik had graag geweten of de kans op extrauterine zwangerschappen groter wordt bij sterilisatie. Wordt de kans op buitenbaarmoederlijke zwangerschappen groter met deze sterilisatie? Oké, wij kunnen naar een volgende vraag. Ik denk wel, ja. Nee, het was voor de vragen die als dat systeem toegepast wordt... Sluit dat de menstruaties uit? Een ovulatie uit de menstruatie. Niet gesteriliseerde vrouwen menstrueren wel degelijk. Die eileiders ook niet reageren met flinke krampen bij gelegenheid van de menstruatie. Eileider zal waarschijnlijk wel contractie als onaangenaam ervaren. Als onaangenaam ervaren. Nee, dat is juist wat ik dacht gezegd te hebben. Is dat de eileider die stoppen wel uitdrijft. Voyageren zou ik zeggen, en die dus dat eitje gewoon opnemen. Des geloofs, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. In zaken het raketprobleem... Dat deze meer en meer populair geworden is. In de baarmoeder kunnen kijken. Zoeken we de eileidersopeningen op en dan gaan we langs een tweede insteek, dat wil zeggen een klein kanaaltje langs deze kijker, laat ons zeggen, met katheters naar die eileideropeningen en daar kunnen we dan vloeistoffen doorspuiten. Het mag natuurlijk niet. Het is ook onvaderlandslievend. En het is slecht voor de economie, doen denken. Glimlacht en fluit... De menstruatie uitgestoten. Menstruatie uitgestoten. Menstruatie uitgestoten. Bij de menstruatie uitgestoten.
Straks misschien fluitend langs de nieuwe lanceerbasis. Menstruatie uitgestoten. De menstruatie uitgestoten. Je hebt het gevoel dat meer en meer mensen, als ze naar hun eigen leven kijken, zeggen van, dat is toch geen leven? Nou, dan zeg je wat? Dan zeg je, dat is een vorm van dood zijn. Dat is toch geen leven, hopeloos. En dan komt er deze zomer een vergadering van de Wereldraad van Kerken in Vancouver. En wordt bij de menstruatie uitgestoten. Bij de menstruatie uitgestoten. De menstruatie uitgestoten. Bij de menstruatie uitgestoten. Jezus Christus. Uitgestoten. Jezus Christus, het leven der wereld. Uitgestoten. 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 Dat is geweldig, hè? Dat is hoopvol. Uitgestoten. Jezus Christus. Uitgestoten. Jezus Christus. Uitgestoten. 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 Jezus Christus. Die baarmoeder aankomt, ja of nee? Leven van Christus niet eens. Uit de eierstok komt. We moeten ons niet door doemdenken laten beheersen. Laten beheersen. Atoomvernietiging van de aarde, de levenskracht van Gods schepping tegen te houden. Atoomvernietiging van de aarde. Ja, een volgende vraag van de luisteraars. Ja, het is niet veel vraag te stellen. Het is eigenlijk, het is nu juist een jaar dat ik in Leuven dus ook mij heb laten steriliseren. En wat ik je daarover kan zeggen, dat is het volgende, dat in feite voor een stuk de seksuele genoegens, het is te zeggen, seksuele behoefte belemmert. Minder lustgevoelens, minder lust ook. Ja, ik heb daar niks van gehoord van aan de radio, van al zo'n dingen. Maar ik veronderstel bij mijzelf, dat is nu een jaar, en al die tijd heb ik moeilijkheden met mijn partner. Het is te zeggen, omdat ik zo weinig, vanaf dan, zo weinig lust heb voor seksuele betrekkingen. Atoomvernietiging van de aarde. Atoomvernietiging. Atoomvernietiging van de aarde. Atoomvernietiging van de seksuele genoegens, het is te zeggen, seksuele behoefte belemmert. Seksuele behoefte belemmert. Minder lustgevoelens, minder lust ook. Seksuele behoefte belemmert. De seksuele genoegens, het is te zeggen, seksuele behoefte belemmert. Seksuele behoefte belemmert. Minder lustgevoelens, minder lust ook. Met klinken daar die enkele woorden van Jezus. Gesteriliseerde vrouwen menstrueren wel degelijk. Klinken daar die enkele woorden van Jezus. Gesteriliseerde vrouwen menstrueren wel degelijk. Klinken daar die enkele woorden van Jezus. Coïtusfrequentie of op coïtusfrequentie of op coïtusfrequentie of Mijn onderweg naar een nieuwe wereld, naar een
hemels vaderland, zoals ze dat zelf dan uitdrukken. Seksuele antidepressiva. Alles waar die op hoopten, dat zagen ze werkelijkheid worden in Jezus Christus. Je zou kunnen zeggen, hij was hun leven. Zij hebben daar ervaring mee. De coïtusfrequentie of op coïtusfrequentie of op coïtusfrequentie of op coïtusfrequentie of... Zij hebben daar ervaring mee. Hij was hun leven. Zij hebben daar ervaring mee. Hij was hun leven. Zij hebben daar ervaring mee. Die mensen van de weg dus, alles waar die op hoopten dat... De seksuele behoeftebelemmerd. Een hopeloze boel. Alles waar die op hoopten... De coïtusfrequentie of... Met zo'n geloof in de wereld staat... Dat de seksuele genoegens, dus te zeggen... seksuele behoeftebelemmerd. Soms tot de dood erop volgt. Al dat lijden, die prijs die wij betalen moeten... Loont dat nou de moeite? Ja, we hebben hoop... Maar heeft die hoop wel enige basis? En dan valt op hoe nuchter die mensen met elkaar spreken. En wat ik je daarover kan zeggen, dat is het volgende. Dat is het volgende. Geen hoop aan ontlenen. Goeiedag. Als je nog even wacht, dan zal je het zien. Komt naar je toe. Morgen. Anders gezegd, jij hebt hoop op een nieuwe wereld met nieuwe mensen en er is niets dat jou die zekerheid geeft, zo realistisch ben je dan wel. Alleen het geloof is het bewijs van de dingen die je niet ziet. Dat het gaat om een pakket van 9000 kruisraketten. En u weet ook dat het in het geheel gaat om een pakket van 9000 kruisraketten. Voor de glimlach van een kind doet je beseffen dat je leeft. De glimlach van een kind dat nog een leven voor zich heeft. Dat leven is de moeite waard. Dat het gaat om een pakket van 9000 kruisraketten, waarvan er dan op het Europese vasteland 460 zijn. Nederwoord, nee. Oh, de glimlach van een kind doet je beseffen dat je leeft. De glimlach van een kind dat nog een leven voor zich heeft. Dat leven is de moeite waard. Het gaat om een pakket van 9000 kruisraketten, waarvan er dan op het Europese vasteland 460 zijn. Nederwoord, nee. En lacht naar jou, de glimlach van een kind, doet je beseffen dat je leeft. De glimlach van een kind, dat nog een leven voor zich heeft. De moeite waard.
zijn wij een trouw lid van de NAVO. Waarom zijn wij een trouw lid van de NAVO? Zijn wij een trouw lid van de NAVO? Waarom zijn wij een trouw lid van de NAVO? Zijn wij een trouw lid van de NAVO? Cabbage? That's not my name. All right, my little cabbage. Cabbage? That's not my name. All right, my little cabbage. Cabbage? That's not my name. All right, my little cabbage. Vergeet ik nooit meer.